Van de twee wedstrijden zoals de dames Elite 61 deelnemsters. We hebben 14 ronden af te leggen. 14 laps te gaan. Het is weer op Larissa de Vlieger, denk ik, in de stapje. En op dit moment worden zij gevaarlijk gestuurd. 14 laps, 14 doel. Dan kunnen we ook weer een internationaal gezelschap. De Franse kampioenen die is daar ook bij, zien we. Ze zijn er weer goed doorgetrokken en hier in het peloton beseft men het gevaar. Snelle ronde op 6 ronden van het einde. Situra parcourir, 6 lap slap. Ja, wordt niet doorgetrokken en we hebben dus... Zweden gisteren, haar landgenoot Olsson, die was derde in Bambrugge. Uw applaus voor de derde in Duitsland, Martina Thomasson. Ook een applaus voor de tweede, Kim Schoonbaar, tweede plaats voor haar. En de schepenen gaat die bloemtallen veranderen. De namen van Lotto Belisson, Kim Schoonbaar, tweede plaats. En ook de felicitaties en de zoenen van de schepenen hier van Lebeke. En zij mag hier plaats nemen. En dan graag uw applaus. De dame die hier vandaag de beste en de sterkste was, de Finse Lotte Lepisto, winnares van deze wedstrijd. En zij omhelst haar medelensters en zij krijgt de bloemen uit de handen van de burgemeester van Lebeke, van deze sportieve gemeente en ook de zone. En het plaket denk ik ook nog voor Lotte Lepisto, de winnares van deze wedstrijd. Ook de felicitaties voor Kim en voor Martina. Uw applaus voor winnares Lotte Lepisto 2, Kim Schoonbaar 3, Martina Thomasson.